Het Limburgs Symfonieorkest hoort tot ons immateriële, culturele erfgoed. Een monument van 125 jaar, dat sloop je niet, daar moet je juist in blijven investeren, anders wordt het een ruïne. Het LSO hoort bij onze roots. Het is een oud monument en dat moeten we blijven koesteren. Dat is onze dure plicht.